Er is dus een clubwalk vanavond in Amsterdam, waar ik dus kaartjes voor heb. Dus zijn we Sharon in de house. Lekker choppen. Happy birthday, Billy. Billy. Ging jij wat halen? Maar wat was de afspraak? Oké, jongens, ik heb een beetje haast. Even mijn outfitje. Er is dus een clubwalk vanavond in Amsterdam, waar ik dus kaartjes voor heb. Wat het precies inhoudt, ik weet alleen dat er 5 verschillende clubs meedoen. Ondertussen pak ik even een mondkapje, dat soort dingen vergeet ik altijd. En in die 5 clubs draaien DJ's. Je krijgt cocktails en je gaat door de stad lopen naar die 5 clubs. En ondertussen krijg ik cocktails en eten. Ik ga met Kier, Irene en Sharon. En ik ga nu de trein pakken, want anders... Ik ga zo verder. Eén moment. Oké, ondertussen ging ik even met Irene facetimen. Ik heb altijd als ik wandel, dat mijn ogen heel erg gaan tranen. En het is echt heel vervelend als je make-up hebt. Maar ik weet gewoon niet wat ik hier tegen moet doen. Jullie weten nog steeds niet wat ik ga doen. Er is dus een clubwalk in Amsterdam vanavond. Dit weekend. Laat ik het houden op dit weekend. We hadden kaartje voor nu. Midden op de dag. Super random. Maar oké. It's us. Ik ga met Irene, Kier en Cher. Irene had het over 5000 stappen of zo. Geen idee. Daarom heb ik mijn sneakers aan en niet op hakken. In die club mag je niet drinken. Wel dansen. Alleen maar dansen. Want je mag niet stilstaan. Er zijn een beetje regels aan verbonden. Natuurlijk ook gewoon mondkapje op. En het is wel legaal. Dus het is ook echt allemaal goedgekeurd. Maar ik loop in mijn winterjas. Terwijl het 15 graden is of zo. En ik heb het heel warm. Maar dat komt vanavond is het natuurlijk wat kouder. Die walk duurt ongeveer 2 uur. En... ik vind het echt gezellig om zo tegen jullie te praten terwijl ik loop, hè? Want dan gaat de tijd super snel voorbij. Ondertussen ben ik namelijk al bijna bij de trein. Maar in ieder geval, lekker duidelijk verhaal. Ik heb geen idee hoe dit eruit gaat zien en hoe dit gaat zijn. Dus daarom ga ik jullie meenemen vanavond. Het is natuurlijk weer once in a lifetime, want dit gaat nooit meer gebeuren. Dan gaan we gewoon party. De eerste party in 2021 en 2020 voor mij. Dus ik heb er helemaal zin in. Nou, we zijn in ieder geval nu in de trein met Kier en met Kier. En dat rijmt, dat is helemaal goed. We gaan naar Cher. En hij is er ook. Ja. Ja. Zijn we Sharon in the house, the girl. Welcome to my jongens. Oeh, oh, auw, god zit ik hier. Oh. Love life. We kunnen ook hier zitten. Oké, jongens, ik ben met de Black Parade. Gewoon iedereen vol wind zwart. Geef niet. Nee. Gaan we. Sharon, kom maar. Je gaat boven in de kerk, hè? Je doet de deur dicht achter je. Kom maar. Nee, dat is niet waar. Sharon, wat ga je doen? Waarom loop je met een Albert Heijn-tas? Sharon, je sokken zijn fucking leuk bij die schoenen. Oh, ik heb geen stijl. Oh, dit staat op de vlog, hè? Mijn sugar daddy gaat je nu volgen. Doe maar. Cher, geef ons een tour. Ik ga verder. Dat klopt. Zullen deze mensen al begonnen zijn met hun... I think they are. Cher, zijn ze laat? Nee joh. Dit is de munttoren. Oké. Munttoren? Dat heet de munttoren. Kan je daar muntjes in gooien en dan gaat die aan? Ik heb geen idee waarom het de munttoren heet. Ik heb een hele kopje moeten luisteren. Maar gooi dat. Dat was mijn beste vriend, hè? Sharon, zijn we er al? We zijn er. Dit is... Oh my god, er staat een elf buiten. Vind je dat cool? Wat is dat? Kijk, Elsa. Elsa? Elsa staat daar. Nou, dit is toch Elsa? Top. Heb je er zin in? Ik heb er zin in. Doe eens een dansmove. Espresso martini, non-alcoholisch of een biertje. Nou, wij hebben de eerste drankjes en hapjes. Wat vond je van de eerste club? Ja, ik vond het echt heel tof. Ik ook, maar ik ben echt benieuwd wat hierin zit en ik wil eigenlijk ook gewoon eten. Oh, je
Wat hebben we extra gekregen, Sher? Die bier, want het was eigenlijk één drankje per persoon. Zie ik een biertje in je zak? Oké, het is heel erg leuk. We hebben nu eten en drinken gekregen. Je krijgt een headsetje op. Want anders wordt het te gezellig. Oh, harme mond. Dus we gaan nu naar de volgende club. Even kijken of we dit even kunnen eten en drinken voordat we naar binnen gaan. En ik mis het wel als ik naar binnen loop eigenlijk. Het is echt wel weer heel sad, gewoon deze tijd. Zullen we bij die brug daar even stilstaan in de zon en dan kunnen we even chappen? Ja, chap chap, lekker chappen! Ja. Oké, nou gaan we even aan de gang de lekkere sushi opeten. Sharon. Je bent zo cute. Nou, we zijn bij de volgende club. De Kopstokbar. Zuipschuit. Hey, een tram. Die hebben wij ook hier in Amsterdam. Ik ben zo moe van je. In Rotterdam ook, hè? Chelsea? Oké, ondertussen zijn we een half uur verder. Zijn we een half uur aan het wandelen, maar het is hartstikke leuk, toch, Sher en Kier? Ja. Allemaal heel enthousiast. Nee, het is oprecht heel erg leuk. Dus als er nog tickets zijn, boek het. Even choppen. Lekker choppen. Chop, chop. Nou, de volgende club. Escape. Gewoon alles door elkaar, dat je lekker gaat kotsen. Goeie mix. Ja. Oké, jongens, kijk, er zitten gewoon glitters in. Nou, we zijn bij de volgende aangekomen. Oké, we zijn bij de laatste aangekomen. Dolly Dolly. Jij gaat nu al filmpje maken. Wat zei je? Jij gaat nu al filmpje maken. Ja, ik vlog heel jullie reis. Ja, oké. Charlie. Wat vonden we van deze reis? Helemaal leuk. Helemaal leuk. Ja. Dus als je het wil doen, ga het doen. Goedemorgen. Hey. We zijn weer met de bestie. Hey. En ze rijdt in de nieuwe Carco. Look at this. I love it. We gaan eventjes lekker foto's maken, dus we zien er helemaal geflikt uit. En daarna gaan we lekker barbecue in het bos, want het is King's Day, Queen Day, je wou het allemaal nog zeggen. Happy birthday, Billy! Billy! Nou, we zijn aangekomen bij Stadhuisplein. En we gaan eventjes foto's maken voor de Grammy. Look at her outfit. I love it. Wie gemaakt? Wat? Met A&M. Een afspraak? Die zat niet zomaar in je mail. A&M Rotterdam. Ik denk, Je weet Alexander hier. Ja, wat goed. Oh, dan ga ik eventjes gewoon stiekem een afspraakje maken. Of dat was niet zaterdag. Nee, dat is net iets later, want die had wat beter plek. Nou. Dus bij deze, we gaan weer dadelijk even naar A&M en de Zara. Hoe laat leven we nu? We leven nu 20:15. Jezus, we leven op tijd. Ja, wat gaat ook goed. Willen we een koffietje of niet? Ja, is wel lekker. Ik krijg het gewoon wel een beetje fris. Ja, we hadden dus hele leuke outfits, maar eigenlijk zijn het hele zomerse outfits. Maar we gaan eventjes kijken of we bij de Berghoort naar binnen kunnen, want ik heb nog eventjes een nurse. Deze meid, die wil altijd alles. Oh, maar het is echt koud. Het is heel koud. Nou, we zijn in het park aangekomen en Jesse is alle stappels eventjes eruit aan het halen. Jess, laat je dingen zien op zonne-energie. Kijk, wat is dat? Oplader. Dat is een oplader op zonne-energie. Ben je zo energiezuinig geworden? Oké, jongens, wij hebben de barbecue even onderbroken.
Want wij gaan eventjes naar de Zara aan de H&M, zoals jullie net hoorden. Ik ga eventjes een pakketje terugbrengen en we gaan eventjes kijken en niks kopen. Misschien een sieraadje of zo. Maar daarna gaan we wel waarschijnlijk terug. Dus dat gaan we doen. En oh, Jess zat in deze auto en die heeft gewoon die doos daar zo neergegooid. Zo open. Dat ik ben helemaal, hoe zeg je dat? Suf. Rozig of zo, door de... Warmte? Door de zon. Ja. Wow. Koffie. Dat gaan we ook. Starbies. En de muziek in de garage. Doei, je zet toch niet deze Starbies op je auto? Doei, dat kan niet. Oké, maar wat ik jullie nog niet verteld had. Vanmorgen stond ik dus hier. Toen was zij al onderweg naar mij. Oh. En ik had om 10:50 een afspraak. Dus ik kom hierboven. Kan ik mensen tegen die zeggen, ja, de Zara is dicht, had jij ook een afspraak? Ja, ik had ook een afspraak om 10:50. Maar niemand vertelt mij dat die winkel pas om 12:00 open gaat. Dus ik was helemaal gestresst. Oké, doei. Wie gaat er op King's Day naar de winkels? Bye. Letterlijk een nobody. Nobody. Nee. Bij. En waarom? Maar ik mag niet, ja, door jou. Shopverslaving. Ik ga niet stoppen, ik dacht. Nee, dat is waar. Hé, hey, als je het nog niet gezien had, kijk eens wat er nieuw is aan het doen. Is het soms de zonnebril die je op je hoofd hebt? Lag die toevallig in je... Lag die toevallig in je auto? Nee. Lag die in de H&M? Ja. Ging jij wat halen? Ja. Maar wat was de afspraak? Jongens, dit was echt niet normaal. Ja. Zou ik het zeggen? Ik ga er geen... Ja, zeg maar. Ik ging dingen terugbrengen. Dus daarvoor gingen we eventjes, weet je wel. Nou, toen had ik het record verbroken om binnen 20 minuten €160 uit te geven. Je lacht, maar ik ben gewoon misselijk hiervan. Ja, ik ben ook zo misselijk. En ik ging maar op haar telefoon naar foto's kijken. Want ik wilde niet naar kleren kijken. Nee. Wij gaan weer naar de groep en dan gaan we barbecueën. Ja, kunnen we wel. Ben jij assistent? Welke zijn er geen galapenos? Ben jij assistent? Nee, ik ben de toezichthouder. Dit zijn sommige dingen. Dit is voor jullie. En het gaat ook wel eens mis hier. Heel fijn. Gaat hij blazen? Oh, hij wordt weer erger. Oh, even maar op, man. Hey, mooi. Ja, we gaan halen. Nou, zoals je ziet, is het weer bepakt en zakt gewoon bij helemaal haren zo. Hoppa. In ieder geval, wij zijn klaar met barbecue. Het ging super goed, zoals je net zag. Maar in ieder geval, het was hartstikke lekker. Dus het was hartstikke gezellig. Drie gaat nu naar huis. En dat was wel leuk. Wat? Er werd vandaag gezegd. Oh ja, jou ken ik uit de vlog. Oh, ja, dat was echt leuk. Ja, dat is echt leuk. Want when you know me, you know my girl. Nou, wij gaan lekker rijden en dan gaan we even weer wat doen.